Ja, mensen, in deze episode van Minecraft Create gaan we een Sea Monument clearen en daarna een XP farmer van maken. Ik probeer een duur weer weg te kappen, omdat ik hem gemisplaced heb. En ik ben al een minuut lang aan het mainen met mijn efficiency 4x. Kijk hem, eindelijk. Holy shit, vindt. Oh, maar je moeder kelp. Ik ben hier al een tijdje aan het dolen, weet je. I just wanna find my goddamn way out. Let's hier heel zo'n fucking water. Ik ben hier bijna uit het kletsen. Maar bijna hard, vindt. Bijna hard. Okay, dude. Zet me een probleem. Wat is uw probleem, meneer? Wat u hier zo ziet, is 600 bloks. Dat was mijn volledige voorraad. Ja, hier Valentijn, je zal wat meer cent moeten gaan halen, nee. Hey. Ja. Hast ik eigenlijk heel zat aan de rechterkant van mijn scherm. Smitting table 100% en halfdrawers 100%. Van mij staat er al, like, 2 maanden brass casing 100%. Ah, daarom. Oh my god. Oh my god. Oh, no. Goodbye. Ik weet al waarom dat is. Wil je het weg hebben? Ja. Ga naar je quests. Ga naar create. Of basics create. Ja. Dan... Preskies. Het staat pint. Ja, het is gepint. Nee, ik heb zin om, ik heb zin om naar Spaanse muziek te luisteren. This guy. Niet eentje aan het drinken ben en zo. Oh. Ja, meestal hoor ik niet graag zingen, maar eigenlijk hoor ik wel graag zingen, maar gewoon niet zo de mainstream manier van zingen. Dat brengt je zo heel in de mood voor die serie iedere keer, bro. Ja, bro is gaan slapen, dus zal ik maar een timelapse doen hoe dat ik dat hier laat leeglopen. Precies 3 uur gedaan. Nice. En dat is de helft. Na 6 uur is eindelijk deze buitenkant leeg. Dus, zoals jullie mensen zien, is de Ocean Monument gedrained. En ik dacht, laat ik maar een XP Guardian Farm opzoeken. En toen op YouTube verschenen enkel maar XP Farms, waarbij ik hier dit bovenste gedeelte moet gebruiken en naar boven bouwen. En ik moest niet eens heel dit gebied hier drainen. Dus ik heb nu 15 uur of zo hieraan bezig geweest, voor niets. Anyways, wij gaan beginnen met de XP farm te maken op basis van Shulker Crafts zijn video. Van de middenste 4 blokken gaan we 8 blokken uitbouwen en dan op de 9e blok gaan we eentje omhoog voor een glasblok te zetten. Ja, en dan moet je het helemaal omringen met glas. Voilà. Dan gaan we tijdelijk ook een deurbodem erin leggen. Ik weet niet waarom, doe het gewoon ook. Ja, maak ook dat je op het juiste niveau zit. Op E64. Ja, ik toon hier gewoon dat je het niet moet doen. Hier in het min gaan we dan ook 6 poortjes plaatsen. Aan elke kant, of course. Ja, nu moeten we eigenlijk gewoon een buis maken tot 178.
Ja, we zijn nu toegekomen op I-178, dus we gaan nu uitbouwen met twee deurblokjes, dan vijf blokjes met glas. En als we dan naar I-level 183 gaan, gaan we hetzelfde doen, twee deurblokjes uitbouwen en dan in plaats van vijf, vier blokjes glas. We gaan beginnen met de storage, dus gaan we beneden chesten plaatsen. Met hoppers die dan weer uit chesten komen. En uiteindelijk ben ik wel van plan om een storage system te maken met create. Anders spelen we deze modpack voor niks, zou ik zeggen. Maar voorlopig dit shall do. En dan bovenaan gebruik ik een hopper minecart voor de items in de chest te krijgen. De killing chamber is een 3x3 wall. Aan beide kanten laat dan één blok tussen en plaatst een glazen roofje. Pak je de trapdoors, plaats je die op de trapdoor en er vlak boven. En dan links en rechts van de ingang. Dat hou je dan tegen van de knockback van die guardians. Van de hut in het dak bouw je dan recht naar boven. Ondertussen heb ik ook al twee signs geplaatst. Maar dat bouw je dus tot het level 193. En je plaatst ook weer signs bij de overgang. Lava plaats je tussen de signs en water boven de tunnel op deurblokjes en die haal je dan weer weg zodat er water naar beneden gaat. En dan moet je het dak natuurlijk opvullen. En met kelp moet je tot helemaal boven gaan voor alles infinite water sources te maken. En nu alles is boven eigenlijk klaar. Dus nu bij de onderkant hou souls aan plaatsen waardoor dat de guardians naar boven worden gepusht. Wat dat ik wel ook moet doen is een glas border rond plaatsen. In Shulkercraft's video is dat wel niet. Omdat ik dat hier niet f***ing moest liggen. Ja, als je dat dan gedaan hebt, moet je eigenlijk gewoon heel deze bak opvullen met water. En voor het afwerken eigenlijk gewoon die dirt layer weg doen. That's it, basically. Ja mensen, zoals je ziet, dit is de XP farm. Hij werkt, gelukkig. En ja, de tutorial was niet zo goed zoals die van Shulkercraft. Wil je nu wel een Nederlandstalige tutorial hebben? Laat het weten in de comments en dan zal ik mijn best doen om er een te maken. Hè. En ik ben ook nog aan het kijken hoe ik deze storage system ga doen met create. Maar dat moet ik eerst nog uittesten, want ja, ik ben nog niet zo ver. Hè. Ik loop achter op iedereen. Buiten Rutger, dus die heeft nog niks gedaan. Het enige dat me nu een beetje tegensteekt is jouw creeper farm die niet mooi in lane staat met de guardian farm. Oké, dat gaat niet veranderen. Ik wil het gerust veranderen. Ja, maar I'm not going to do that. But I want to do that. Waarom moet dat zo mooi perfect in lane staan zelfs? OCD. Wel, zie het als een oefening voor tolerantie tegen OCD. Ja, dat komt er niet van in, nee. Waarom zit er een whale in? Waarom zit er een whale in? Oeh, dat lijkt meer like verschillende buildings in één platform. Het is de bedoeling dat zo dit stuk hier een beetje apart eruit ziet, maar dan weer zo verbod met een brugje daar. I see, is I een beetje see. Een doolhof in feite. Aha, you like it like that, huh? Had dan uiteindelijk ook nog zo'n giant f***ing toonmaan die boven de wolken komt. As if these buildings aren't big enough yet. Nee. Ik wou gewoon dat je mijn base kon zien als je zo door de forest aan het wandelen bent. Dat je zo de grandiositeit al kon zien. Zo. Holy shit! Wow, tyfus regen. Ah, wauw, het is weer aan het regenen. Wie had dat gedacht? Ja, het is echt erg op deze server. Op wat moet het zwarte vlekje lijken die bij jouw base staat? geen idee eigenlijk. Zie je er niet iets in? Ik weet niet, is het de bedoeling dat je er iets in ziet? Of? Het moet zo'n monstertje zijn. Ja, het is een beetje één. Wat is zijn naam? Het is een beetje eentonig qua kleur. Heb je je huis hoger gemaakt? Heb je een extra verdieping toegevoegd? Nee, ze zijn gewoon aan het trappen. Oké. Okay. Nee, ik heb het hoger gemaakt. Je bent correct. Ja. Het is gewoon raar dat het gericht is richting mijn base, in plaats van ja. Je eigen base. Nee, het is zo uit protest. Ah ja. Het is zo van, wij zijn beter. Oké, what are you trying to do, man? Ik wil gewoon hoger zetten naar jullie. Hey. Noemt hij axe? Noemt hij pickaxe? Nee, dat is je... Nee, ik heb het over je fucking axe. Ik heb mijn items eruit. Ik heb ze niet. Oké. Really? Roep je me niet? Stop, Valentin is gepakt. Valentin? Ik ben mijn nootjes aan het eten. Ja. Sorry. Sorry. Mag ik mijn tools terug? Maar ik heb ze niet. Oké. Bro, ja. Jawel.
Niet trollen, Valentijn. Check waarom ben ik degene die aan het trollen is? Check hem trollen. Heel van. Zie? Bij is... Valentijn kun je dat horen als hij aan het trollen is. Dat is niet alles, meneer. Wat? Een drietand. Ik ken die niet. Ik had je pickaxe en... Wat was dat? Je zwaard had ik, maar... Wacht, nu is die niet aan het liggen. Dus jij hebt dat, Simon. Nee, ik heb het niet. Dat was zo harde leugen. Even een trident. Bro, al de items dat jij probeert te smeten, daarmee heeft Valentijn opgepakt. Weet je wat? Wie dat ook was, je hebt het geweld. Weet dat gewoon, oké? Tegen morgen is je base er niet meer. Hoe ga je dat doen? Want onze base is like protected. Hij heeft gewoon zijn trident. Hij is aan het... Nee. Wat bedoel je? Je moet dat niet weet dat je met, Simon. Oké, laatste kans. We hebben hem niet eens. Oké, valt even. Nee. Oh my god. Ga ik Guardians gaan killen? Ja, ga van. Jij moet naar boven gaan. Oké, okay. Ik weet echt niet wie dat was. Ik heb terecht de mensen. Ja, mensen, hier zijn we weer bij het einde van de video. De Guardian Farm is in werking, gelukkig. Nu, ik had wel al een heel leuk idee wat ik hiermee ging doen. En dat zal dan voor de volgende episode zijn, natuurlijk. Dus als je wil zien wat hiermee gebeurt, laat alvast een like achter. Laat ook een comment achter wat je denkt dat het gaat worden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Good? Bye!